al vanaf nu zorgen dat de toekomst straks al beter wordt. Breda Nu. Je weet het meteen. Op dinsdag 16 april was de presentatie van de kindertrendreden in de Nieuwe Veste. Kinderen vertellen hier wat hun visie is op de wereld en wat er allemaal verbeterd kan worden. Vanuit het feit dat we het belangrijk vinden dat jongeren over de toekomst nadenken, omdat het over hun toekomst gaat, hebben we toekomstlessen ontwikkeld, zodat ze op school zich beter voor die toekomst voorbereiden. En van daaruit horen we dat zij natuurlijk ook een stem hebben en dat zij daar heel veel over te vertellen hebben. Dus wij hebben vanuit die hoedanigheid ook gezegd, nou kom het maar vertellen, hoe zien jullie de toekomst? Dus zij laten zien met de kindertrendreden wat volgens hun belangrijk is voor ons om nu rekening mee te houden. En jullie zijn bezig geweest met de kindertrendreden en daar hebben jullie net ook heel veel over verteld. Het ging met name over de toekomst. Wat vinden jullie daar nou zo belangrijk aan? Nou, zoals het nu is, sommige dingen kunnen beter, zoals de lucht die vervuild wordt en alles. En doordat we met de toekomst bezig zijn, kunnen we al vanaf nu zorgen dat de toekomst straks al beter wordt. Ik heb de eerste kindertrendreden in ontvangst mogen nemen. Kinderen hebben eigenlijk een beetje in dezelfde lijn. Je hebt de troonrede, dat is dat de koning vertelt hoe het gaat met het land en waar we naartoe gaan. De trendrede zijn allerlei volwassen mensen die net even iets wat hippere en iets minder politieke verhaal houden. En ook zeggen van waar gaat het naartoe met het land. En dit is de kindertrendrede en die vind ik zo mooi omdat echt vanuit het perspectief van kinderen gezegd wordt van hier gaat het volgens mij naartoe en hou hier rekening mee. Want het gaat over onze toekomst. Dat iedereen gezond, dat de ziekenhuizen voor sommige ziektes hebben ze geen pilletjes. Dat ze daar bijvoorbeeld wel pilletjes voor maken. Of ja, dat iedereen gewoon vrijheid heeft. Nou, ten eerste, de toekomst die maken we natuurlijk vooral ook voor onze kinderen. Wij weten nauwelijks hoe het er straks over 30, 40, 50 jaar uitziet. En we zijn er dan misschien ook wel niet meer. En die kinderen wel. Dus ik vind dat we echt gewoon iedere keer heel goed in ons achterhoofd moeten houden. Van we doen het voor de kinderen. Alle besluiten die we nemen. En wat ik ook vind is dat kinderen heel erg veel, of eigenlijk veel beter kunnen nadenken over wat het betekent voor hun leven. Wat wij allemaal doen. Dus wij kunnen nog wel bedenken dat wij de klimaatmaatregelen nog wel even uitstellen. Want het zal onze tijd wel duren. Ja, voor de kinderen is dat natuurlijk niet zo. Dit is de tweede keer. We hadden vorig jaar de eerste. Het was een groot succes, dus we gaan nu door. We hebben het nu weer vanuit de andere insteek. En hij is net zo mooi geworden. Ik ben voor de fraaie en ook voor de blije. Geen treur, want dat is geen fraaie effect. Dat is echt. Leven in de wereld van gesprek. Dat is misschien gesprek. Breda Nu. Je weet het meteen.